Maar eerst, wat krijg je daar zelf voor terug? Wat levert het jou dat op? Ik heb het volgens jou? mij de mooiste baan. Ja. <laughs> maar ik heb vandaag heel veel mensen gesproken die dat ook zeggen. Wat hebben we toch een mooie baan. Ja. Uh, dus dat levert het wel op. Die kameraadschap die is echt uh, heel erg bijzonder uh, en uh, ontzettend de moeite waard. Ja, ik zie ook een hele trotse ja. generaal nu naast je, want die, die herkent dat natuurlijk ook. Die kent dat ook. Rutte, onze premier, die zei vandaag ook: de kwaliteit die roemde hij om altijd maar door te gaan. Hij noemde het voorbeeld van Stefanie gediend in Afghanistan. Ja, maar mijn linkerhand doet het nog, dus ik kan nog functioneren, zei ze naar een, een zware explosie. Die mentaliteit is, die, is dat ook de mentaliteit die jou zoveel inspiratie geeft. Jazeker. Ja, ja dat is het precies. Die can-do-mentaliteit, zo wordt het wel eens genoemd. Ja. Dat is echt uh, typerend voor onze organisatie. En dat is ook nodig, want anders zouden we het niet volhouden met elkaar. Ja. Er is gezegd hè, dat door de inval van Rusland in uh, Oekraïne, door dat grote conflict, door die oorlog, heel dichtbij ons, dat wij ook meer zijn gaan waarderen van mensen als jullie ook. Uh, het werk dat mensen als jullie doen, klopt dat ook? Merk jij die toegenomen waardering? Um, ja, die merk ik wel. Ik moet zeggen dat in mijn dagelijkse werk ben ik natuurlijk onder militairen. Mm -hmm. Dus wij hebben het er met elkaar wel over, maar we, we waarderen elkaar als militairen daardoor niet meer. Dat respect is vanzelfsprekend. Dat was al, ja. Ja. Maar als ik kijk naar zeg mijn omgeving, um, dan zie ik daar wel een toename. En dat mensen ook na je vragen van, goh, uh, ben je daar ook bij betrokken? Ben je nou niet bang dat je misschien ook naar de Oekraïne moet? Of dat je, je krijgt soms wel rare vragen. Maar er is wel meer respect gekomen of meer uh, waardering voor uh, onze militaire krijgsmacht. Ja, Afghanistan heb je zelf ook gezeten, Kosovo ook gezeten. Zijn er momenten, natuurlijk, maar welke momenten? Pik er eens één uit, een moment waarvan je zegt, daar denk ik nog met regelmaat aan terug. Een moment dat me gevormd heeft. Ja, nou, dat is eigenlijk een onmogelijke vraag. Eén <laughs> um, moment dat me nou echt gevormd heeft. Ik heb me um, in uh, 2009 een keertje echt gerealiseerd uh, dat de dood heel dichtbij kan zijn. Er was een uh, ramceremonie van een Canadese kapitein van 34 jaar, met thuis twee kinderen van drie en vier, die op Kandahar dodelijk is getroffen door een uh, granaatscherven. Uh, daarvoor stonden wij allemaal de eregroet te brengen. Uh, laatste ere symbool voor een gesneuvelde militair. En op dat moment realiseerde ik mij... het scheelt eigenlijk niks, want ik ben ook 34. Ik heb ook twee kinderen van drie en vier. Toen dan, hè. En um, ik stond dan gelukkig niet op die plek. Dus het is maar heel relatief. Ja. En dat, heeft me wel, dat is me echt wel heel bijgebleven. Dat ik dacht, oh ja, uh, ja ik, ik had het net zo goed kunnen zijn. Ja. Vandaag dat je dat jullie met z'n allen gedecoreerd worden en in het zonnetje worden gezet. Nou, dat zonnetje, dat scheen wel, Het Dat zonnetje hè? wel, ja. Maar, maar voor jullie nog even extra. Ja. Uh, heel mooi moment natuurlijk. Is zelf ook meegelopen in defilé, hè? En ja. dat is voor jou bijzonder, want dat is uh, de eerste keer geweest. Dat was voor mij de eerste keer. Um, ik ben al 23 jaar veteraan, nou ja. formeel. Ja. Maar ik ben nog nooit eerder bij de Veteranendag in Den Haag geweest. En nou blijkt, ik ben ook niet de enige. Er zijn heel veel militairen uh, nog in actieve dienst. die nog nooit eerder in Den Haag waren geweest. bij uh, me, uh, Nationale Veteranendag. Huh. En ik heb zo eens gevraagd: van hoe komt dat? En ik heb ook bij mezelf mezelf afgevraagd van hoe, hoe zit dat dan? Nou ja, voor mij is het natuurlijk ook een hele reis. Dus ik ik hoor daar mijn zachte g. Ik ben wel even onderweg naar Den Haag, maar um... de zachte g van Groningen. Ja, precies. Van, van Asten. <laughs> dat is Asten wat de klok slaat. Um, maar um... Veel uh, actieve militairen voelen zich nog niet zo echt veteraan. Nee. Uh, dat heeft er ook iets mee te maken, denk ik, met het oude beeld van veteraan. Ja, precies. Dat je dus echt uh, oud, oud moet zijn, zijn om veteraan te ja. zijn. Nee. Uh, Nederlands-Indië, ja. veteraan of uh, Nieuw-Guinea. Zoiets. Ja. Tenminste, de dienst uit. Ja. Zoiets. Wandelstok. Nou ja, maar dat is helemaal uh, niet meer nee. uh, de, de zaak. Er zijn 100, meer dan 100.000 veteranen. Ja. En als ik dan vandaag om me heen kijk, wat een fitte mensen allemaal. Ja. En uh, ja, ze houden elkaar ook op de been. Het is prachtig om te zien. En ons land doet dat goed? Generaal Handbouwmeester, veteranen in het zonnetje zetten, eren? Uh, gelukkig tegenwoordig wel, ja. ja. Ja, dat was in het verleden toch wel anders. Maar dat wordt nu toch wel beter opgepakt. Um... Ja, ik, heb, ik, ik zit zelf ook al wat langer in dienst. Hè. En afgelopen 1 maart uh, zat ik 40 jaar bij de Koninklijke Landmacht. Ja. Um, ja, helemaal in het begin hadden wij nauwelijks mensen. Toen hadden we Libanongangers en, en alles wat daarvoor zat. Uh, maar die erkenning daarvoor, die is heel erg belangrijk. En we hebben ook wel gezien, hè, we hebben ook wel een dieptepunt gehad... in de midden jaren negentig met Srebrenica. Ja. Uh, en met name ook hoe met Dutchbat toen is omgegaan. Hè. En, uh, um, en, en hoe uh, en politiek en media steeds afgaven op Dutchbed. En eigenlijk uh, is dat nu, hè, vorig jaar hebben we de excuses uh, gehad van het kabinet Rutte. Uh, eigenlijk een jaar daarvoor is die prachtige documentaire geweest. Waarin eigenlijk pas de Dutchbed-veteranen. En Koen Verbraak, documentaire? Koen Verbraak, ja. die heeft heel veel goed gedaan. Ja. En ja, dat, dat is wel een kentering geweest. En ik denk ook wel, kijk, um, ook, ook de hele operatie uh, die in Afghanistan. Je zag in één keer een omklapmoment. Um, en toen werd zelfs uh, de, de Nederlandse militair in Oeruzkan uh, de nieuwspersoon van het jaar. Mm. Ja, dan krijg je in één keer een hele positieve wending, ook in de media. En die gaat er ook anders naar kijken. Ja. En ik merk het zelf, hè. heel vroeger, uh, als ik in mijn uniform uh, reisde in het openbaar vervoer. En toen ik zelf nog op de Koninklijke Militaire Academie zat, werd ik uitgescholden voor moordenaar. Oh, uh, dat is nu anders. Zo. Dat is nu compleet anders. Ja. Maar hoe was dat? Ja, nou ja, goed. Kijk, uh, dat was ook nog een stukje Koude Oorlog. En. Uh, je zag gewoon dat mensen uh, zagen jou in uniform uniform en ja, toen waren er ook al wel tegen, uh, tegenstellingen in de maatschappij en mensen konden het gewoon niet uh, plaatsen en vonden het ook vervelend dat ik wel de keuze had gemaakt om dienst te nemen. Ja, dan werd je gewoon uitgescholden. Hans van Zoest, politiek commentator van het AD. Die positieve omwenteling heb jij dus ook van heel nabij meegemaakt aan het binnenhof. Ja, zeker wel. En uh, uh, de generaal die noemt uh, Srebrenica als kantelmoment. Ik denk ook inderdaad al dat dat zo'n beetje het kantelmoment is geweest. Um, omdat um, uh, ook in Den Haag politici op een gegeven moment zagen dat de negatieve beeldvorming rond de Srebrenica-veteranen uh, um, ja, gewoon niet klopte met wat er echt was gebeurd. En dat heeft wel, uh, uh, ik weet niet hoeveelste Veteranendag is het nu. Ik denk de tiende of zoiets. Uh, ik weet het niet meer precies. Maar op een gegeven moment, uh, een jaar of tien geleden, uh, uh, is men echt actief begonnen met, uh, uh, jongens, we moeten iets doen om onze veteranen. Afhankelijk dacht iedereen nog bij de eerste keer van, nou ja, oh god, het doen, werkt dat wel in Nederland? Hè? Dat is toch heel Amerikaans, zo'n défilé en uh, veteranen uh, met vlaggetjes uh, begroet. Maar het was eigenlijk vanaf. De eerste editie was het een succes. Ja. Uh, er komen veel mensen op af.